In deze video laat ik je twee manieren zien hoe je een leren riem van tuigleer kan maken om je slaapzak op te rollen in plaats van in de zak te stoppen. Allereerst heb je tuigleer nodig. Deze hals is 3,5 mm dik. Verder heb je een snijtafel of mat nodig. Mijn snijtafel is beplakt met linoleum en heeft een opstaande rand. De riem wordt 4 cm breed. Je snijdt het met een stevig hobbymes. Er zijn ook speciale snijders voor. Leg het leer tegen de opstaande rand. Ik heb een metalen lat van 4 cm breed om langs te snijden. En pas op voor je vingers. Ik heb voor de lengte een oude riem als maat genomen. Er zijn verschillende soorten gespen. Ik laat je hier een gesp met een rol zien en eentje zonder rol. Het leer kan je met een hele scherpe schaar knippen. Ik rond hier het einde van de riem af. Daar heb je ook weer stempels voor, maar ik wil het zo simpel mogelijk houden. De zijkanten van de riem laat ik gewoon naturel. Eventueel kan je ze opschuren en verven. Maar ik hou van een simpele look. Eerst maak je een gaatje waar de pin doorheen gaat. Daarna heb je holnietjes nodig. Je prikt een gaatje door de beide kanten van het leer. Ik doe dat met een priem, maar ook hier zijn tangen voor. Het onderdeel met het dichte knopje boven komt aan de zichtkant van de riem. Het deel met de schacht aan de andere kant. Je klikt ze op elkaar zodat het leer niet meer schuift. Dan moet je het holnietje aandrukken met een pers. Er bestaan ook handsets met een tang voor. Nu nog het lusje maken waar je het uiteinde van de riem insteekt als je hem om hebt. Het leer is nogal dik, dus dat moet eerst geschalmd worden. Ik heb een machine, maar ook hier weer, er zijn losse schaalmessen te koop. Deze lus kan je vastmaken met de holniet. Ikzelf vind het fijn als het lusje los is en niet vast zit tussen de holnieten, zodat je het kan verschuiven. Een riem gemaakt met alleen een drukknop. Daar heb je dan een andere matrijs en drukknopen voor nodig. Die kan je ook als handset met een tang kopen. Kijk, ze is gezellig naast elkaar liggen. Dit was het dan. Tot de volgende video.